Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland en vanaf de Noordzee komt er ook nog wel meer bewolking aan. Dat betekent dat we vandaag rekening moeten houden met een aantal buien en dat de zon niet al te veel ruimte heeft tussendoor. Maar ze schijnt wel af en toe. Vanochtend is het 4 tot 7 graden en vanmiddag lopen de temperaturen nog iets verder op. Dan wordt het uiteindelijk zo'n 7 graden in Limburg tot 9 graden in de kop van Noord-Holland. Een zwakke tot matige wind, alleen bij de kust waait het ietsjes harder. Het weerbeeld verandert vanmiddag ook niet of nauwelijks, hoewel het van het westen uit langzaam wat droger wordt en vanavond is de neerslagkans dan vrij klein. Temperaturen gaan langzaam omlaag, maar echt koud wordt het nou ook weer niet. Ook vannacht niet, want de temperatuurdaling zet niet door. Morgen wordt het 7 tot 9 graden. Op veel plaatsen droog weer, misschien een licht gespetter in het oosten en misschien wat zon in het westen en noorden. Nog altijd staat er niet heel veel wind. De woensdag, de donderdag en de vrijdag. Ja, de eerste dagen is het weer wel rustig met uh, wat wolkenvelden en 8 graden. Donderdag gaat het in de loop van de dag waaien en regenen. En vanaf vrijdag is het dan weer een stuk kouder met een winterse bui. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.